Heer, bij de Al-Furqan-moskee in Eindhoven zouden de zogenaamde haat-imaams de komende dagen gaan spreken. Dames en heren, de rechtbank. Maar dat gaat definitief niet door, zo heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. Welkom allemaal. Burgemeester Rob van Gijzel verbood afgelopen dinsdag 7 imaams om te spreken op de conferentie. Ze zouden antisemitische, anti-homoseksuele, haatzaaiende of terrorisme verheerlijkende uitspraken hebben gedaan. Stichting WAKF, die de conferentie organiseert, was het niet eens met die beslissing en stapte naar de rechter. De rechter gaf ze dus ongelijk. Omdat de conferentie ook zonder de 7 sprekers doorgaat, werd er woensdag nog druk gebouwd. Niemand van het moskeebestuur was woensdag bereid commentaar te geven op de uitspraak van de rechter. Eén moskeebezoeker die wilde er wel wat over zeggen. Ik vind het heel jammer. Het was wel te verwachten natuurlijk. Het is een gevoelige periode, voor ons ook. En ja, ik vind het gewoon heel jammer dat die sprekers niet mogen komen. Wat voor sfeer hangt er nu in de moskee? Een beetje teleurstelling natuurlijk, dat die sprekers, die bekende sprekers, die komen niet. Maar we gaan er wel gewoon een mooie conferentie van maken. Waarom vind jij het belangrijk om nu wel iets te zeggen? Want de meeste mensen hier die willen niks zeggen. Toch wil jij wel iets zeggen. En waarom is dat? Heel veel mensen zijn bang dat de media een verkeerd beeld gaat schetsen van de islam en van onze moskee hier in Nederland. En vandaar dat heel veel mensen ervoor kiezen om liever te zwijgen dan de media te woord te staan. Burgemeester Van Gijzel had woensdag geen behoefte om naar aanleiding van de uitspraak een toelichting te geven. Eerder zei hij wel het volgende erover. Het is niet alleen vrijheid van meningsuiting, het gaat hier ook nog om godsdienstvrijheid. Dat maakt het eigenlijk nog ingewikkelder. Dat hebben we allemaal met elkaar geregeld. Maar als dat leidt tot maatschappelijke ontwrichting en grote maatschappelijke onrust, heb ik ook een andere verantwoordelijkheid. En dat is namelijk wel toch ook kijken hoe zijn we in staat om een samenleving bij elkaar te houden. Laat ik heel simpel zeggen, als de heer Wilders iemand binnen zou halen hier, die zou spreken in Eindhoven op een congres, die echt de meest vreselijke dingen over de islam zou zeggen, dan zou ik tot precies dezelfde conclusie gekomen zijn. Mocht je nieuwsgierig zijn naar de conferentie, deze is vrij toegankelijk. Iedereen, moslim en niet-moslim, hier in Eindhoven of buiten Eindhoven, Nederlander of niet, jullie zijn allemaal welkom de komende dagen in de conferentie. Ze worden waarschijnlijk vertaald. Jullie kunnen gewoon alles horen wat er wordt gezegd. En jullie zijn altijd welkom voor een kopje thee of koffie. En jullie kunnen ook altijd met ons in gesprek. We zijn gewoon een open moskee hier.